Maar in zijn 1-3 overwinning om FC Dordrecht, dat was lekker. Ja, zeker na vorige week natuurlijk. Flink pest overin en moet je naar Dordt. Nou ja, dat is wel een zieke, lastig ploegje. Statistiek is een slecht hier, dus dat is ook niet voor niks natuurlijk. Ja, dan ben je blij als je aan de goede kant van de score zit, ja. Ja, dan begin je goed aan de wedstrijd en dan valt ineens die goal. Ja, dat is typisch voor ons. We hebben prima 2-3 hele goede kansen, goede dingen. Via de zijkant doorkomen wat we afgesproken hadden. Ja, een diepe bal in omschakelmoment van de keeper. En blokken. Maar daarna schiet in de voeten van de tegenstander en dat is het doelpunt. Dus dan, ja, dan denkt iedereen weer, ja, daar gaan we weer. Dus ja, en daarna werd het eigenlijk wel wat minder. We kregen wel kansen, veel corners. We werden wel slordig aan de bal, vond ik eerst zelf. We gingen een beetje mee in hun spel. Te snel diepte, te weinig overleg. Ja, en dan hebben de corners ons weer in de wedstrijd geholpen vandaag. Ja, dat is eigenlijk krankzinnige minuten vlak voor rust. Ja, heel gek. Want we waren blij dat het toch nog 1-1 viel. Denk ik, nou, mentaal wel lekker. En in één keer stonden we voor. Best wel een aparte goal. Die ja. Ik niet goed kon zien vanaf mijn kant. Maar wel heel slim natuurlijk, van Achie en van Elias. Ja, en dan tweede helft. Verdediging beter, restverdediging beter, meer leiding achterin. Alleen ja, een laag zeeën van ruimte en we speelden het gewoon super slecht uit. Moet je eigenlijk veel eerder scoren. Ja, met onze kwaliteiten voorin is dat echt heel slecht. En dan heb je nog een corner nodig om 3-1 te maken. Dus dat was echt slecht. En ben je dan bang voor die ene uitval? Jawel, want die bal valt natuurlijk wel een paar. Ik had wel een redelijk gevoel over hoe ze erin zaten de tweede helft qua verdedigen. Vastberaden. Maar ja, je zag toch wel twee balletjes die toch het altijd gevaarlijk. Die hoge lange ballen in de 16. Hun zijn fysiek wat sterker dan ons. Dus ik moet zeggen, ik wil Alex ook een goed keeper de tweede helft. En dat is een leuke goal mee af te sluiten, die corner. Ja, mooi. Een mooi ingestudeerde bal. Fantastisch. En na het overstappen, diagonaal en eentje uit het boekje. Dus dat is ook de complimenten van Graafland. Die heeft de verantwoording daarover. Ja, 3 goals in de corners. Dus is lekker. Dus dat is de tijd wel besteed voor training en besprekingen. Ja, nou, je hebt nu een paar dagen vrij tot de volgende wedstrijd. Dat is een lekker gevoel om zo... Ja, dat is wel. Deze neem je wel heel lang mee. Dat is even wel blijven snel spelen. Nu is het gelukkig. Hebben we gewonnen en dan kun je wat langer nagenieten. Moet ik eerlijk zeggen, ik zie hier wel heel veel dingen die nog beter moeten. Dus super blij ben ik niet. Nog genoeg werk na de vrijdag. Ja, nog genoeg werk te doen. Ja. Dus helaas wel, maar ja, dat is ook goed gelukkig.